We gaan weer eens even lekker de historie induiken. En Yui kwam met een leuk idee om iets te doen met games die gerelateerd zijn aan films. En nou is er natuurlijk één groot probleem bij dit onderwerp. Namelijk dat misschien wel de meerderheid van de games die gerelateerd zijn aan films. Dus er is een film en er wordt dan een game van gemaakt. Die zijn vaak echt tergend kut. En om jullie nou 30 minuten lang, 35 minuten lang bezig te houden met games die niet tof zijn. Dat doen we niet. Maar, zei Yui, nee, wacht even, halt. Er zijn namelijk wel degelijk games van films. Dus inderdaad, eerst de film, dan de game. En niet andersom, want dat heb je ook. Die wel degelijk hartstikke goed zijn. En zelfs soms beter. Je hebt ook nog andersom. Je hebt ook natuurlijk Street Fighter the Movie. Dan gaan we helemaal diep. Die zijn bijna altijd gewoon heel erg. Ja. Dat vind ik ook heel slecht. Van een populaire game. Daar ga ik een film van maken. Dat werkt bijna. Nou, ook vaak niet. Wie weet. Gaan we daar nog wat doen. Dit gaat dus om. Er is al een film. Een entiteit. En daar wordt dan een game van gemaakt. En er zijn dus wel degelijk games gemaakt die goed zijn. En jij hebt er een aantal meegenomen. Ja. Ik heb er een aantal meegenomen. Ik wilde trouwens even beginnen met... We gaan veel games laten zien uit het verleden. Mm. Verre verleden, niet zo verre verleden. Maar er is wel een kentering gaande. En dat komt door de superheroes. Zeker. Want de laatste tijd zijn er ontzettend veel games van films. Eigenlijk altijd superhero games die gewoon hartstikke goed zijn. Nou ja, wat er natuurlijk is gebeurd is vroeger werd er een film aangekondigd en dan werd er een studio geroepen. Meestal was dat EA vaak. Voor mijn gevoel was het vaak EA. En die hadden natuurlijk, nou ja, zolang als de productie van de film duurde, wat denk ik 2 jaar max is, hadden zij hem een game te maken. Niet wetende wat het verhaal precies was, want dat verandert natuurlijk ook in de loop van de tijd. Dus eigenlijk hadden de developers ook altijd gewoon te weinig tijd om daar echt een goede game bij te maken, denk ik. Mm-hmm. En wat je tegenwoordig ziet is dat ze wel meer... Ja, gewoon een IP pakken. Dus inderdaad, superheroes vaak. Maar dat ze gewoon hun eigen verhaal verzinnen. Daar helemaal een eigen ding mee doen. Waardoor ze niet zo vastzitten aan dat filmverhaal. Ja, nee, dat is waar. Ik bedoel, de hele straight-up ports van een film naar een game. Werkt vaak gewoon niet heel erg lekker. Je moet ook dingen verzinnen. Want kijk, een film is ook natuurlijk naast de actiescènes, is het gewoon mensen die met elkaar staan te praten. Die rondrijden zijn. Er gebeurt gewoon minder. Ja. Dus moesten er ineens extreme over de top actiescènes bedacht worden die helemaal niet in die film zaten. Het werd altijd gerekt met bullshit eigenlijk. Ja. Nou ja, dat is grappig, want ik kreeg nog een verzoek. Nou, in ieder geval, er komt natuurlijk in de winter, denk ik, het najaar, komt natuurlijk Avatar uit. Mm-hmm. En dat is eigenlijk parallel aan... De game. De film is parallel aan de game en de game is parallel aan de film. Nee, dat is natuurlijk altijd dat spanningsveld van... Ja, zitten ze nou de film na te maken in een game? Of zeggen ze van, hey, maar die film die komt uit, die is tof. Die gaat ongetwijfeld heel veel mensen naar de bioscoop trekken. Dus wij gaan er ook een film van maken, of een game van maken, die niet zozeer de film is. Nee, nou ja, maar Avatar is wel een vreemde eend in de bijt, denk ik. Dat is een James Cameron die denkt goud in handen te hebben met die franchise. En dat had hij eenmalig. Maar volgens mij was dat vooral omdat het voor het eerst in heel lang dat er weer een 3D-film was. Het was een heel even hype. Ik ken niemand die echt enthousiast wordt van Avatar 2. Maar goed, er komen 5 delen. Er is een land van in Disneyland. Dus wie weet, als ze maar genoeg op ons gooien dat we het leuk moeten vinden, dat we het vanzelf wel leuk vinden. Snap ik. The Witcher is hetzelfde verhaal. Ook komt natuurlijk die serie, die is dan wel... Ja, je kunt niet zeggen, die komt vanwege de game. Ik denk dat de serie is gemaakt op een gegeven moment omdat de game, de boeken, die entiteit werd steeds populairer. En wat je nu ziet is inderdaad dat zij een nieuwe school kiezen, zodat zij vrij zijn om dat te doen. Zodat ze niet die serie hoeven na te maken. Want het gevaar is natuurlijk altijd dat als je heel erg van Star Wars houdt, of je houdt heel erg van Spider-Man of heel erg van Batman, en je gaat de film namaken in een game en je doet net even iets anders, dan heb je al hommeles. Want ja, maar dat kan helemaal niet. En zo is dat niet. En zij is anders in. En hij heeft iets anders aan. Dat is een wespennest waar je niet in wil. Je ziet het een beetje in de Spider-Man en in de Batman games. Is dat als je als Spider-Man iemand van het dak afgooit, dan wordt er nog snel een web achterna geschoten. En dan hangt hij aan de zijkant van het raam. En bij Batman sla je alleen maar mensen bewusteloos. Ondanks dat je ze helemaal korte metten slaat. Ja. Omdat die characters ervoor staan dat ze niet vermoorden. Ja. Dus dat zie je dan toch al wel. Dat een beetje op een geheime of een stiekeme manier in die games wordt gestopt. Ja. Ja, dat. Nou ja, goed.
Ik zou zeggen, ja, we gaan een beetje om en om. Want jij eerst? Nee, jij mag eerst. Mag ik eerst? Jij mag eerst. Okay, jij moet beginnen. Dan beginnen we bij de PlayStation 1. We gaan terug naar mijn jeugd. Ik denk misschien wel een van de eerste beste filmgames die er waren. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar Disney had veel games in die tijd. Je hebt Aladdin, Lion King. Ja. Dit is één stapje verder. Dit is Toy Story 2 op de PlayStation. Ja. Echt een collect-a-ton. Activision. Jazeker. Je speelde met Buzz Lightyear. Ja. En je ging eigenlijk van level naar level. En dat waren redelijk open ruimtes waar je al het andere speelgoed tegenkwam. Die hadden dan opdrachten voor je. En dit is verrassend leuk. Ik heb dit een paar jaar geleden nog een keer gespeeld. En dit zat gewoon echt verdomde goed in elkaar. Okay. Zo'n game die heel makkelijk is om te spelen. Kijk, er zat ook wat Crash Bandicoot in. Ja. Die move gebruik je helemaal niet. Je kon schieten. Je kon vliegen of sierlijk neerstorten. En het was gewoon heel leuk. Het was een collectathon. Je had opdrachten in die games. Aan het einde van het level had je altijd een gemeen speelgoedje. Ja. Dat je moest verslaan. En wat ik nog heel vet vond, ik weet dat je had een soort van first person modus. En dan zag je dus die helm en dan zag je jezelf zo erin reflecteren. En dan hoor je bus zo ademen. En dat vond ik heel cool als kind. Ja, precies. Want jij bekijkt het nu wel vanuit... mijn jeugd. Je jeugd, ja. Dus dan is je verwachtingspatroon wat lager. Ik bekijk het echt vanuit Maar deze game zit echt... Zit goed in elkaar. Ik durf mijn hand hier wel voor in het vuur te steken. Dit is er eentje die niet alleen maar staat op nostalgie. Dit is gewoon een goede game. Dit type game, dus de geanimeerde game, is natuurlijk zorgt vaak wel voor goede games. Want er zijn ook een aantal hele toffe Simpson games gemaakt. Mm-hmm. Ook een paar hele slechte. Harry Potter zijn een aantal prima spellen van gemaakt. Nou, ik denk ongetwijfeld dat er in die hele Disney wel meer games zijn gemaakt van dat soort. Ja, ook hit or miss. Ik weet dat Toy Story 3, die had ook een game. Dat was PlayStation 3 tijd, denk ik. Of misschien wel. Die zat ook verdomde goed in elkaar. Dus ze hebben wel degelijk goede games gemaakt. Maar soms... Het is natuurlijk een hele lastige balans. Want het zijn duidelijk games voor kids. Maar is het dan ook nog leuk voor volwassenen? Nou, wat ik zeg, deze heb ik een paar jaar geleden nog een keer aangeslingerd. Uit nostalgie. Ja. Maar het zat gewoon best wel goed in elkaar. Oké. Nou ja, vaak hebben ze inderdaad ook een korte loop om dit nog te maken. Meestal 1 à 2 jaar. Dus je kan er ook vaak... Het is ook Traveler's Tale. Dus dat is natuurlijk al die Lego games daarna hebben gemaakt. Dus die formule die hebben ze wel een beetje vastgehouden. En dat, je hoeft het niet leuk te vinden, maar het is wel gewoon altijd kwaliteit. Ja, ik zit even te kijken welke ik dan pak. Ik ga deze pakken. Dit is een film die ik... Een van mijn favoriete films ooit. The Warriors. Warriors, come out and play. Precies. En daar heeft Rockstar toen... natuurlijk gaat Rockstar hier een game van maken. Die heeft hier een game van gemaakt. Mm-hmm. Die 7's en 8's scoorde. En verrassend leuk was om te doen. We zijn hier nog voor op trip geweest. Dat weet ik ook nog wel. Toen mochten we helemaal naar Amerika toe om dit gedeelte te bekijken. En Skate heeft daar nog een hele enge... Warriors, come out to play. Met een soort van flesjes heeft hij nog gedaan. Dit was wreed. Dit was echt wel een leuke game om te spelen. Was dit open world? Ja, nou, je volgde wel een beetje het verhaal van dingen. En je ging met die metro. Ja, ik weet niet of het nou wel 100% open wereld was. Dit is wel heel lang geleden dat ik het heb gespeeld, hoor. Het was wel Rockstar. Het was 100% Rockstar, ja. Die dit gemaakt heeft. En in een tijd dat ze nog veel games maakt, hoor. Midnight Club en al dat soort dingen. Table Tennis, waanzinnige game. Maar dat bedoel ik serieus. Ja. En dit was gewoon een leuke game. Het deed, laat ik het zo zeggen, je kan de film kan je ook onrecht aandoen. Dat deed het niet. Okay. Dit was leuk. Dus, ik kan me nog heel goed herinneren dat dit een ding was, maar ik heb het nooit gespeeld. Dus ik ben wel benieuwd. Ik was toen volgens mij nog vrij jong. En niet meer toen ik het spel, maar toen ik de film zag, vond ik wel eng, hoor. Toen had ik het idee, ik weet niet of ik naar Amerika wil, want het was allemaal zo. Dat viel uiteindelijk natuurlijk vreselijk mee. Het is ook een gekke trip om iedereen naar die wijken. Kom maar naar de slechtste wijken die we hebben en dan zoek het maar uit. Al die gekke, inderdaad, alsof ze nu gangs hebben met clown faces en al dat soort dingen. Ook natuurlijk wel, toen die game uit was dat niet bepaald een super populaire IP, denk ik. Dit was uit liefde voor de film. Dit is exact. Dit is dus niet gelijktijdig gemaakt. Dit is er nagemaakt op een gegeven moment. Ik denk ook een beetje...
denk ik, liefde. Mm-hmm. En ook ja, Rockstar, hè, een beetje er tegenaan. Was het ook een beetje, want die table tennis game was natuurlijk eigenlijk gewoon een veredelde tech demo. Dat was dit niet. Ze zijn nog natuurlijk met de overtreffende trap gegaan, Manhunt. Ik weet niet of dat was nog gewelddadiger. Ze hadden natuurlijk toen iets met gewelddadigheid en brute agressie. Ja, de Warriors was niks anders dan brute agressie. Ja. Dus, maar goed, ja. Nee, Brute agressie gesproken. Ja, we gaan agressie? Naar de Muppets. Nee, dat meen je niet. Dit was een beetje vals spelen, maar ik heb wel gewoon gekeken naar wat speelde ik vroeger. Dit is de Muppets Race Mania. Ja. Een card game van de Muppets. En het is een beetje vals spelen, want dit is niet gebaseerd op één film. Maar eigenlijk nee, dat maakt niet uit. Alle Muppet films. Ja. En daar raced hij doorheen. En wederom, Traveler's Tales, die hebben ook nog een Toy Story Racer gemaakt. En ook dit zat gewoon heel erg goed in elkaar eigenlijk. Het was gewoon een kart racer, maar die kan je ook best wel slecht maken. Ja. Dit deed wel gewoon een beetje zijn eigen dingetje. Het waren echt lastige levels die je echt moest ontdekken. Dus heel veel geheime paden in. Oké. Okay. Gigantisch character roster. Het laatste scherm was Beakers hoofd die zo omhoog ging. Dat kan ik me nog goed herinneren. Het had gewoon wat aantal creatieve dingen die het wel echt onderscheidend maakte van de Mario Karts en de Crash Bandicoot races in die tijd. Maar er zijn ontzettend veel kart games van films gemaakt. Van die zeker. Vaak slecht inderdaad. Ja, en dat is inderdaad altijd een beetje makkelijk. Maar dit zat gewoon goed in elkaar. Had veel verschillende levels. Het volgde alle films. Muppets Treasure Island, Muppets Christmas Carol, Muppet Movie, Muppet Great, whatever de Muppet allemaal, de Muppets hadden gemuppet. Het zat er allemaal in. En dit was gewoon een hele vette race. Je hebt toch aan het begin van de Muppet Show, je toch dat ze allemaal zo staan te dansen. Terwijl daar kon je je characters selecteren. Dus het zat gewoon, er zaten een hoop odes en easter eggs aan naar de Muppets. En het race gewoon vet. Dus die heb ik ook even nog meegenomen. Vette game. Ga ik naar een andere film die bij mij in mijn top 10 staat. En waar ook een game van gemaakt. Ik heb de fucking Collector's Edition die gewoon nog volledig boxed en sealed is. Wat vet. Dus je had je handschoentjes aan moeten doen, denk ik. Ja, Sierra. Scarface. The World is Yours. Dit is de Limited Collector's Edition, including bonus DVD with making of the game, documentary, game walkthrough, cast video's en interview, hints en tips, game concept. Game was echt niet verkeerd. Nee? Nee. Was gewoon, je speelde gewoon het verhaal van de film. Nou, als je een hoesje durft te maken en er geen gameplay opzetten in die tijd, dat was al gewaagd. Ja, maar de iconisch natuurlijk gewoon. Ja. We hebben Scarface boven staan, de pop. Zit veel van de film in. Ik zit even te wachten wanneer we nu gameplay zien. Of zien we nu gewoon volledig de hele film voorbij komen. wat waren die graphics goed in die tijd? Hè? Ja, de graphics waren goed. Maar misschien was dit wel inderdaad de trailer waarmee de game werd aangekondigd. Nou hier zie je het inderdaad. Gedurfd, want dit is natuurlijk het meest populaire film-DVD in de gevangenis. Want elke gangster die wil natuurlijk Scarface zijn. Ja. Vooral die laatste scène, die hele grote berg coke. Maar dit neem ik ook wel wat vrijheid, toch? In het verhaal dan? Ja, het speelt het natuurlijk wel een beetje. Women. Het ziet er niet meer uit. Dat is wel een lekker kopje, women. Ja, We hebben ook vrouwen in de game zitten. Revenge. Maar best leuk. En dit was in een tijd natuurlijk dat GTA ook allemaal een beetje begon op te komen. En dit soort dingen populair waren. Ja, als je het nu weer ziet, dan jongens, wat zijn we er wel op vooruit gegaan met werelden. Ja. Maar goed, wie wil er niet Scarface zijn? Als ik dit zo zie, dan liever niet. Maar het voelt wel alsof je inderdaad lekker Tony uit kan hangen. Ja, nee, kijk, nou, je kan allerlei dingen kan je dan weer kopen. Tijger kopen. Ja. Was dit ook open wereld? Soort semi? Beetje maffia-achtig misschien? Ja, ik denk het inderdaad. Beetje maffia-achtig, ja. Climb your way back to the top through savvy deals and brutal intimidation. First you get the money, then you get the power, then you get revenge. Kijk eens jongens, het is gewoon een mooie zilveren. Kijk, het zit er allemaal. Het is crispy. Dit kan zomaar eens. Dit kan geld waard zijn, maar toch mag ik het lekker bewaren in mijn collectie. We zien wel een verschil in films maken ook, hè? ik heb nu Toy Story en de Muppets en jij hebt al. Ik heb bewust een beetje de. Ik denk dat ik ook andere games speelde, maar ik heb natuurlijk ook een beetje de meer bij de tijd en jij ging wat meer in het verleden. Ja, ik ga even kijken naar de beelden wat we nu hebben, want ik had twee Batman games doorgegeven en ik weet niet welke. Ja, ik heb de laatste. Want je zei van, doe anders. Dan hebben we Batman Forever. Ja. En dat is niet een goede game.
zeg ik er meteen bij. Oh. Maar je stuurde gisteren een berichtje. Het is wel leuk om films die je echt naar aanleiding van de film hebt gespeeld. Ja. En dat was dit wel. Ik weet niet of dit... Oh ja, kijk. Het was een soort van die Mortal Kombat fotorealistische stijl had het. Wat we toen fotorealistisch noemden. Mm-hmm. En ik kan me herinneren dat ik in deze game nooit verder ben gekomen dan level 2. Okay. En dan was je in het circus met Robin. Yeah. En daar stopte ik, omdat ik gewoon niet verder kon komen. En ik weet niet of het moeilijk was of dat ik het gewoon niet zo goed kon. Yeah. Dit, Batman Forever. De trailer zegt al genoeg. Ze lieten heel weinig zien van de game. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk is het niet zo goed. Maar toen was het best wel vet dat het een soort van fotorealistisch was. Dat was voor mij... En Batman Forever, ondanks dat het een hele slechte film was, is een van de... een van de eerste Batman films die ik in de bioscoop heb gezien, denk ik. En als kind ben je gewoon blij als je Batman de bad guys in elkaar ziet slaan. Dus ik vond dat toen vet. Ik verstond het waarschijnlijk ook niet. Nee. Die heb ik ook even meegenomen. Ja, ik zie dat jij er ook in hebt. Nou ja, precies. Want kijk, de Batman-serie qua games, er zijn redelijk veel Batman games gemaakt. Ja. Er komt straks natuurlijk ook weer een nieuwe Batman game uit. En eigenlijk, als je zeg maar alles bij elkaar neemt, zijn die over het algemeen vrij goed tot zeer goed. En met name sinds deze jongens, Rocksteady, maar ook later, mm-hmm. weet je wel, deze games zitten fantastisch in elkaar. Gewoon. Ja. Het ziet er mooi uit, die werelden zijn tof. Deze is natuurlijk wel echt gefocust op de comics. Dit staat los van de precies. Film. Ja, deze staat wel wat los van de film, maar ik dacht dan meer aan van Batman. Ja, oké, het is begonnen met comics, daar zijn films van gemaakt. Maar er zit een soort van consistentie in deze franchise, dat het over het algemeen, er zal echt wel een rotte appel bij zitten. Maar over het algemeen zijn ze goed. De laatste tijd zijn ze natuurlijk gewoon wat meer de donkere kant. Hè? Toen met Christian Bale. Dat zie je ook wat er nu komt. Die games zijn ook allemaal donker en duister. En... Maar deze games hebben wel de voice cast voor een groot deel van de animated series. Dus je hebt Kevin, ik weet even niet, die de Batman speelt. Ja. Mark Hamill is de Joker. Dus het heeft wel degelijk overlap met die serie. Ja. Wat een van de beste Batman properties is nog steeds, denk ik, de animated serie. Maar het ziet er fucking goed uit ook. En ik heb dit laatst ook nog een keer aangeslingerd in een of andere upgedate versie. Het speelt ook gewoon nog steeds best wel lekker. Die comment is heel simpel, maar heel vermakelijk. En zo zijn er inderdaad heel veel. Je had Batman Begins. Daar begon een beetje dat idee van dat je angst moest toeboezemen op je vijanden. Dat was nog heel primitief. Het was PlayStation 2, Xbox tijd, denk ik. Maar dit heeft inderdaad dat naar een volgend level getild. En ik zou dat eigenlijk wel met de nieuwe... het is nu allemaal comic geëikt, maar ik zou best wel in die Batman... De Batman, Matt Reeves, de Batman vibe, zou ik best wel zo'n game willen spelen. Ja. Dat zie ik op zich wel zitten. Ik denk ook dat... Ik heb er zo over na zitten denken. Waarom zijn deze games... En Spider-Man heeft het ook. Dat niveau is heel hoog. Heel veel anderen hebben er wat minder. Ik denk dat Batman is ideaal voor games. Omdat hij... Wat hij doet is vooral veel met zijn vuisten en vechten. Nou, dat kun je goed implementeren inmiddels. Hij heeft natuurlijk een hele toffe auto. Hij doet niks raars als tegen gebouwen op en dat soort dingen. Het is allemaal vrij goed in games te doen. En die wereld is zo lekker... donker en duister. Ja. Waarbij je bij andere superhelden misschien wat meer in de realistische wereld nog zit, wat lastiger wordt. Ik vind hem leuk hoor, maar dat vliegen en zo. Kijk, het probleem met Superman überhaupt is natuurlijk dat hij eigenlijk geen zwaktes heeft. Die hebben ze later natuurlijk wel bedacht. Maar als je een onsterfelijke karakter bent, dan krijg je een beetje die Prince of Persia game van 100 jaar geleden dat je niet dood kan gaan. Nee. Plus, als je rond kan vliegen, dan moet je al gauw aan een open wereld gaan denken. Ja. En ergens moet je hem afsluiten, want je kan moeilijk de hele wereld na gaan maken. Dus daarom werken dingen als Iron Man, Superman een stuk minder. Iron Man heeft ook een keer een hele slechte soort straaljager-achtige game gehad. Die characters werken inderdaad niet. En ik denk dat er gewoon de liefde voor inderdaad... Want Spider-Man is op papier ook helemaal niet zo'n goed idee voor je. Want die heeft datzelfde probleem. Die kan gaan en staan waar die wil. Ik denk dat de liefde voor zowel Spider-Man als Batman gewoon zo groot is bij zoveel mensen. Dat er zo voorzichtig met die IP's wordt omgegaan tegenwoordig. Dat er daarom gewoon kwaliteit uit komt rollen. Dat denk ik ook wel. En wat ik al zeg, van ze hebben allebei ook Spider-Man is menselijker geworden. En dat maakt het voor een developer ook... rijker, dat je meer kan dan alleen maar de superhero die ontastbaar is en die een beetje vliegt en een paar mensen in elkaar slaat en dat soort dingen. Batman heeft natuurlijk als grote voordeel dat wij in theorie allemaal Batman kunnen zijn. Hij heeft geen superkrachten, hij is gewoon steenrijk en getraind.
Ja, hij is sterk. Ben jij ook? Ja, nee, ik zou Batman kunnen zijn. Maar ja, dan moet ik nog eerst even kijken. Waar was jij gisteravond? Waar was ik gisteravond? Nee, dat weet ik niet. Maar goed, deze games allemaal waanzinnige games. Ja, en ik hoop ook echt oprecht dat die nieuwe, waar ze mee bezig zijn, de Gotham Knights, ja, dat het ook weer vet gaat worden. Het wordt spannend, co-op wel. We weten het niet. We gaan het meemaken. Ja. Dan gaan we naar, natuurlijk gaan we naar Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. En dit is om meerdere redenen heel vet. Mm-hmm. Vooral omdat dit mijn favoriete Star Wars film aller tijden is. Ja. Je speelt het één voor één na. Dit heeft een beetje hetzelfde als wat de Lord of the Rings games daarvoor hadden. Vrij simpele recht toe recht aan levels met leuke vermakelijke combat. Veel herkenbaarheid uit de film. Verschillende characters waar je mee kan spelen. Een level-up systeem wat niet heel veel voorstelt. Yeah. Maar wel gewoon zijn ding doet. En het was gewoon, weet je, ja, het was gewoon als kind gewoon heel vet dat je de films waar je van hield kon spelen. Dit zag er voor die tijd heel mooi uit. Je had een dual mode. Dus je kon met alle characters uit de film uiteindelijk een soort fighter spelen tegen elkaar. Ook vrij basic, maar wel gewoon leuk als je vrienden over de vloer had. En het allervetste misschien wel is dat deze game had een extra einde. Dus je speelt op het einde natuurlijk de battle tussen Obi-Wan en Anakin. Duel of the Fate wat dat betreft. En in de film verliest Anakin, verbrandt hij, wordt hij Darth Vader, et cetera. In deze game kon je ook als Anakin zijnde winnen. Dus je sprong over Obi-Wan heen, vermoordde hem. Ja. En dan zag je dus wat er gebeurde als Anakin dat gevecht had gewonnen. En hij ging dus meteen naar de Emperor toe, vermoordde de Emperor en werd zelf de Emperor. En het werd zijn galactische rijk. En ja, of dat dan beter zou zijn geworden of niet, dat zien we dan weer niet. Nee. Maar ik weet wel nog dat dat heel vet was toen. Dat je gewoon een soort van een alternatieve take had op de film waar je zo van hield. De laatste tijd doen ze dat niet meer, hè? Dus die films in een game maken. Zijn het veel meer, zeg maar, de IP Star Wars die los ligt en mensen mogen daar iets mee doen. Ja. Zolang het maar binnen de lore blijft en Disney zegt, it's okay. Ze hebben altijd wel, ik had ook over nagedacht om bij episode 1 hadden ze bijvoorbeeld die podrace. Hadden ze puur daaromheen een game gebouwd. Ook Star Wars heeft 20 kart races gehad en natuurlijk spin-offs met andere characters die we nog niet kenden. Maar nu, ja, er komen nu weer een hoop games aan. We hebben laatst een item gemaakt over. Maar niet van, ja, er zijn natuurlijk geen films. Niet van de film zelf. Nee, je hebt natuurlijk, we gaan vanmiddag hebben we het over Lego Star Wars. Dat zijn letterlijk alle films in een Lego jasje. Maar ik denk dat dat kan, omdat dat zo tong-in-cheek is, dat het geaccepteerd wordt door de Star Wars fan. Want ik denk dat de Star Wars fan de meest moeilijke fan ter wereld is. Als er ook maar één kleurtje, één pixeltje anders is als in de film, krijg je gezeik. De Star Wars fan houdt er gewoon van om te zeiken. Weet je, iedereen haat wel iets aan Star Wars. Aan het einde van de dag houden we gewoon allemaal van Star Wars. Ja, nou ja, goed. Deze is eigenlijk heel recentelijk. Ik las net ook op social media dat deze game het nu eindelijk weer goed doet. Met dank aan de Xbox Game Pass. Want hij staat natuurlijk op Xbox Game Pass. Qua verkoopcijfers. Ja, hij heeft niet goed verkocht. Of te weinig verkocht. En nu die op Game Pass staat, wordt die massaal gespeeld. Ja, nou ja, goed. We hebben al genoeg over Game Pass gezien. Gezegd, deze game, nou ja, goed. Jij hebt hem gespeeld. Ik heb hem gespeeld. Meerdere mensen. Het is een fantastische game. Ja. Moet ik er wel weer bij zeggen dat deze weer gebaseerd is op de comics en niet op de film. Snap ik, maar, maar zonder de films had deze game absoluut nooit bestaan. Exact. Niemand had ooit van The Guardians gehoord. Nee. Weet je, volgens mij hebben we hier de laatste tijd al heel veel liefde voor gegeven. Het is vooral qua verhaal een fantastische game. De gameplay laat af en toe wel iets te wensen over. Zeker, ik ben hem toen nog een keer gaan spelen omdat ik wilde kijken hoe anders het verhaal kon zijn. Want ik had hem eerst op de PlayStation van hier gespeeld. En toen had ik een PlayStation. Toen dacht ik, ga het nog een keer doen. Toen werd de gameplay begon me wel een beetje te vervelen de tweede keer dat ik erin zat. Maar qua verhalenvertelling is dit ook weer geniaal. En kijk, je had natuurlijk als dit de game was die bij de film was uitgekomen, dan hadden ze het nooit zo kunnen doen dat je keuzes maakte en dat die gevolgen hadden. Dus dat is zo vet aan vandaag de dag. Dat is denk ik een conclusie waar ze vroeger heel erg vast zaten aan de film en wat je deed. Ook omdat de mogelijkheden. Ik bedoel, we zaten toen in de tijd van de lineaire game. Dus dan kon je twee dingen doen. Of een heel nieuw verhaal gaan verzinnen. Nou ja. Nou, alleen James Bond deed dat vaak. Die hadden ook wel games bij de films. Ja, Rush from Russia. Golden Eye is natuurlijk ook een gouden voorbeeld. From Russia with Love zag ik ook in mijn kast staan. Ja, maar die hadden ook wel. Ja, From Russia with Love was een game die ze veel later maakten. Dus die kon ook. Daar hadden ze ook wel de tijd. Dat was best een goede game. En zo had James Bond, je had Nightfire, je had
ik weet niet hoe ze allemaal heten, maar die namen wel, die namen de vrijheid om eigen verhalen te vertellen. En dat waren waarschijnlijk verhalen uit de boeken wel. Ja. Maar dan zie je gewoon dat als je de tijd en de vrijheid hebt en niet die druk van die game moet af, want de film komt uit, dat gewoon meer kwaliteit oplevert. En dus de mogelijkheid, dus de open wereld, het geven van keuzes, waardoor je verschillende verhaallijnen, het kiezen van verschillende characters, al dat soort dingen, is nu veel makkelijker. En vandaar dat mensen steeds meer afstappen van het feit van ik ga de film namaken in een game. Dat zie je nog heel weinig. Ik denk misschien nog wel bij meer de tekenfilmachtige dingen, dat daar gewoon een soort van spin-off van wordt gemaakt, die wat gemakkelijk is, omdat kinderen misschien hun drempel ligt wat lager met wat ze tof vinden. Ja, er is echt wel degelijk wat veranderd. Ja, maar goed, ik bedoel, bij de Lego-films van de laatste tijd zijn ook games uitgekomen, zaten prima in elkaar. Ratchet & Clank had een paar jaar geleden een film, daar zat een soort van remaster make van de eerste Ratchet & Clank bij, zat ook prima in elkaar. Dus kwaliteit is sowieso een heel eind omhoog gegaan. Ja. Mijn volgende game is The Matrix Path of Neo. Ja. Wederom, dit volgde gewoon. Dit was ook niet mosterd na de maaltijd, maar wel na het feit dat de films waren uitgekomen, is er gewoon een studio aan de slag gegaan met alle drie de films. Ja. Waardoor je dus ineens wel genoeg actiemomenten hebt om die game interessant te houden. Want ik zei net al, in een goede film zitten over het algemeen drie actiescènes. Ja, vul daar maar eens een game mee. Maar hier hadden ze dus letterlijk de drie films gepakt en eigenlijk de vetste actiemomenten uit die film speel je nog een keer, allemaal met Neo. Had natuurlijk een vette bullet time. En wat ook wel cool was, is wederom het einde. Op het einde kreeg je de hoe heette die mensen nou? De Wachowskis. Die kwamen dan ineens in beeld. Dat is een soort van avatar. En die zeiden, ja, we weten dat onze film best wel spiritueel is. En dat we een soort filosofisch einde hebben. Maar dat is in een videogame niet zo interessant. Okay. Dus hier komt een gigantische, megalomaan eindbaasgevecht met smits die veranderen in een gigantisch monster. En dat was, toen kon je ineens vliegen en zo. Dus dat deden games vroeger nog wel eens, dat je bij de eindbaas ineens hele andere mechanics had dan in de rest van de game. Waardoor je tijdens de eindbaas ineens dacht, oh, hoe werkt dit allemaal? En je een beetje aan het kutten was. Maar ja, ik vind het, weet je, het ziet er natuurlijk niet echt meer uit. Maar je voelt wel de vibe van de van de. Het is vooral heel groen. Maar de Matrix is vooral sowieso heel erg groen. En groen, ja. Ik zit even na te denken wie dit uitgaf. Ik dacht dat het Infogram was, maar ik zou het niet durven zeggen. Nou ja, ik heb ze thuis, dus ik zat nog te denken, zal ik hem wel of niet meenemen? Ik heb het natuurlijk over Max Payne gehad. En Max Payne had Bullet Time eerder dan de Matrix, maar Max Payne had 1999 als release datum. Dat is later dan de Matrix, maar dat haalden ze niet. En toen kwam de Matrix met Bullet Time. Maar die game was... dus nu leek het alsof Max Payne van de Matrix had gejat. Ja. Ze hebben het allemaal van Kung Fu films gestolen. Ja, van John Woo, inderdaad. Je had ook die scène dat je op dat pleintje, dat je tegen die honderden smits vecht, die allemaal op je afkomen. En we hebben het over de PlayStation 2. Dus het waren allemaal characters die helemaal niks deden. Maar ze hadden een soort van manier gevonden waardoor er wel allemaal dingen omheen renden. En er kwamen dan smits uitrennen, waardoor het leek alsof je vocht tegen 2-3 smits tegelijkertijd per keer. Maar het voelde alsof je tegen honderden mensen tegelijkertijd opnam. En dat was in die tijd best wel vet. Ja, ik zit even te lezen wat hier ook weer op staat. Want ik ga heb ik ook over nagedacht, die? Ja, nee, absoluut. Want dit, ik vind de films, The Chronicles of Riddick, vind ik oké. Maar deze game was echt één van de beste games op de Xbox 360, grafisch. Dit zag er echt fantastisch uit. Het was ook leuk om te spelen. Vin Diesel involved, volgens mij. Ja, Vin Diesel zit er gewoon in. Hij heeft inmiddels ook natuurlijk zijn eigen... hoe heet het nou? Ontwikkelingsstudio. Oh. Ik weet niet of hij deze gemaakt heeft. Deze is uitgegeven door Atari. Universal zit erin. Ja, ik weet niet. Het is een vette game. Absoluut een vette game. Een van de hoogtepunten op de Xbox 360 in het beginjaar. Is het de eerste? Dat waren er twee, toch? Dus er is hiernaast nog één gekomen. Maar echt goed verkochten ze niet. Ik denk dat... maar die films zijn al redelijk cult. Ja. Er kwam toen inderdaad ook zo'n vervolgfilm op de eerste twee uit die best wel cult zijn. Ook omdat Vin Diesel het wilde maken. Ja. Dat is best wel, probeerde ze hype om te creëren, maar dat kwam niet echt. Omdat het gewoon best wel weirde films zijn. Ja. En dus ook een hele weirde game. Maar ik weet wel nog dat hij inderdaad kritisch ontvangst was geweldig volgens mij bij deze game. Is hij een superhero of niet? Het enige wat ik nog kan herinneren is dat hij volgens mij dagblind is of zo. Ja. Hij kan niet tegen daglicht, dan ziet hij niks. Nee. Daarom heeft hij ook dat gekke brilletje op.
En hij is vast iets sterker. Maar volgens mij is dit gewoon de tijd superheroes à la Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone. Ja. Het zijn gewoon grote brede gasten en daarom zijn ze sterker dan iedereen. Wat ja, klopt. Ik vond het een die films had ik. Ik heb ze wel gezien, maar vond het niet zo interessant. Ik vond Vin Diesel heel erg leuk, maar daarnaast ging hij alleen nog maar Fast and Furious doen. Toen vond ik het een lul. Ja. Nou kijk, je ziet ook het acteur zit er allemaal in. Motion capturing-achtig iets. Dus je ziet al dit was voor toen was dit natuurlijk alsof je echte mensen erin zag. Veel geld ingestoken, ja. Weet je wel. Vandaag de dag is het vrij normaal als je niet je echte characters erin hebt qua voice en qua uiterlijk. Dan ben je al... Kun je het schudden, ja. Cool. Volgens mij had jij namelijk een game die ik ook had. Ja, ik heb inderdaad ook Peter Jackson's. Mag ik hem dan even vasthouden? Kijk. Ik weet niet Peter van. Jackson's King ja. Kong heb ik meegenomen. Als je het over... Nou, ik heb hem productie, meegenomen. Oh, ja, maar, okay, maar ik heb hem mentaal ja, meegenomen. Jij hebt hem fysiek meegenomen. Ja. Als je het over games hebt met een hoog productiebudget en alle acteurs erin. En weet je wat ik het is? Ik ben niet voor op trip geweest. We hadden het net over, tijdens Star Wars noemde ik het al even de Lord of the Rings games. Ja. En die zijn eigenlijk altijd heel goed ontvangen. Maar Peter Jackson vond ze niet vet. En nadat hij de Lord of the Rings trilogie had gemaakt, was het natuurlijk zo dat Peter Jackson, die King of the World, die kon letterlijk doen wat hij wilde. En wat wilde hij? Hij wilde heel graag King Kong, zijn favoriete kinderfilm, remaken. Ja. En dan wilde hij er dus ook een de meest vette immersive game ooit bij maken. Nou ja, het grappige is, ik ben met Boris volgens mij naar Barcelona geweest. En volgens mij was dat een Xbox. Nou, hij was heel erg Xbox. Dit is volgens mij ook een exclusive. Hij is exclusief op de Xbox 360. Maar hij was ook op PlayStation 2 en Xbox. Een slim down version. Oké. Okay. Want ik heb hem... Ja, mag ik zeggen, heb je hem ontmoet als je twee stoeltjes zeg maar voor hem zat? Peter Jackson? Ja, heb je hem dan 100%. Ja. Sterker nog, dan is het een van jouw beste vrienden. Het is een van mijn beste vrienden. En hij was op dat moment in een fase in zijn leven dat hij eigenlijk zei, jongens, films is leuk, maar gaming is vele malen toffer. Mm-hmm. Want je kan als kijker kan je alles doen wat je wil. Daar zat hij helemaal in, die immersiveness. Hij is er een beetje uitgestapt daarna. Ja, maar die game heeft ook, daarom heeft die game heeft ook geen hut of zo. Dus je ziet nergens hoeveel kogels je hebt. Als je kogels op waren, dan zei je guy volgens mij, oh, volgens mij zijn mijn kogels op. Of mijn kogels zijn bijna op. Dus je moest ook een soort van, als je je kogels in je shotgun deed, dan telde je, oké, ik heb nu 6 erin. Pam, pam, oké, ik heb er nog 4. Dus zo waren ze bezig dat je de character voelde. Hij heeft voor die game, want het is Peter Jackson's King Kong, zo heet de official game of Ansel, the movie. Zeg ik dat goed? De bedenker en maker van Rayman en Beyond Good and Evil. Ja. Die zat samen met Peter Jackson op dit project. Dus het is eigenlijk net zo goed zijn game als dat die van Peter Jackson was. Mm-hmm. Ze wilden gewoon dat jij als kijker... En er zaten naast de first-person shooter, kon je dan delen met King Kong doen. Mm-hmm. Daar werd het ineens... wel heel gamey, want dan kon je een soort van gouden scherm en dan werd je Rage Kong en dan kon je alles, werd je een soort van Mario die een ster had gehad, dan kon je letterlijk niet dood. Dus ik denk dat eigenlijk hebben ze er een beetje, ik snap het wel, want je kan moeilijk een King Kong game maken zonder dat je met King Kong kan spelen. Ja. Maar eigenlijk haalde dat een beetje de kwaliteit van die game weg. Maar Peter Jackson zag het inderdaad helemaal als de toekomst van verhalenvertelling. Ja, en daarna is hij gewoon weer Lord of the Rings gaan maken en de Hobbits. Per ongeluk wel. Dat was niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Nee. En daarna is hij... Wat doet hij nu? Hij had volgens mij echt een studio of zo. Of een bedrijf helemaal eromheen opgetuigd. Of dat Microsoft, dat Spot, weet ik veel. Hij zat er helemaal in. Want hij was de big man van de Xbox 360 persconferentie. Dat is een soort van evenement. En uit heel de wereld kwamen mensen naar Barcelona of heel Europa. Hij heeft ook Wingnut Films staat hier ook gewoon naast het Universal logo. Dus dat is zijn filmstudio. Dus hij zal zelf ook wel een duit in het zakje hebben. Vleugelnoot. Maar Peter Jackson is een geweldig regisseur. Maar hij was toen natuurlijk de man die net de Lord of the Rings trilogie had gemaakt. Ja. King Kong is niet per se heel goed ontvangen. De Hobbit is niet heel goed ontvangen. Dus het is nog steeds een geweldig filmmaker. Maar het is niet meer hij heeft niet meer die iconische... Hij heeft de iconische status nog wel, maar ik bedoel, hij staat niet meer zo hoog aangeschreven als dat hij op dit moment stond. Nee, dat is ook zo. En die game was... Ik vond hem heel erg tof, maar werd ook wel een klein beetje door veel gamers gekraakt van, het is veel te makkelijk. Veel te makkelijk, weet je wel. En het was ook echt een filmervaring. Zeg maar, als gamer een filmervaring krijgen, namelijk niet à la Elden Ring, dat je alleen maar bezig bent, oh, ik moet overleven, maar dat je ook ervaarde wat het was om...
een man te zijn tegenover dat beest. Ja, ja, het, voelde, het voelde, je had je crew bij je, je had Jack Black, alle stemmen zaten er ook in. Dus ja. Jack Black bijvoorbeeld als die vervelende cameraman. En die had alles ook echt neergezet als de vervelende cameraman. Dus terwijl jij het dinosaurus aan het afschieten was, stond hij dan te filmen langs de zijkant. Oh ja, dit is een goed shot. Dus je begon ze irritant te vinden. Maar er waren ook echt wel crewmembers die je hielpen, waardoor je later als je alleen was ineens dacht van kut, nu ben ik helemaal alleen en deze dinosaurus is gigantisch en ik ga dood en het is het einde der tijden en daar is een gigantische aap. Dus dat hadden ze heel goed gedaan. En je kan Kong spelen. Ja, maar ja, dat was wel toen heel vet, maar dat speelde dus niet zo lekker. Nee. Dat is wel jammer, ja. Er zijn ongetwijfeld nog films vergeten of games vergeten van films. Dus aan jullie weer thuis, laat even in de comments weten. Games die zijn gemaakt nadat de film er was en tof waren. Dus ik hoef niet al die slechte te weten, maar die tof waren. Wie weet vinden we nog wat die we eens een keer ook zelf moeten gaan uitproberen.